Ja, inderdaad. Vanuit het regionaal distributiecentrum, daar ben ik. Want het is natuurlijk een actie van 16 Overijsselse voedselbanken in samenwerking met RTV Oost. Ja, en of het gelukt is, we weten het niet. Of het geslaagd is, ik weet het niet. Maar stiekem ook al wel een beetje. Want de mannen en vrouwen van de voedselbanken zijn in ieder geval heel enthousiast. Van 1 tot en met 9 december voerden we actie samen voor de voedselbank. We wilden online voedselpakketten verkopen en heel veel levensmiddelen inzamelen. We deden dat vol passie met de vrijwilligers, maar ook met de Overijsselaar. Ja, en gaan we het halen, hè? 2016, €324.000. Dat jaar ervoor, 134. Daar ga je bijna niet overheen. Maar ik ben competitief. Iedere euro ben ik blij mee. Dus maak hem open, Ruud. Hier is de gouden envelop met daarin de check met het eindbedrag van de actie samen voor de... Oh, we zijn er gewoon overheen. 348.000. Schitterend. Hartstikke mooi. Daar zijn we heel erg blij mee. Hier kunnen we een hele tijd heel goed werk mee doen. Nee, dit is echt fantastisch. En weer meer jaar dan vorig was je jaar. Al zo blij. Ja, en volgend jaar nog blijer. Ja. Oh, maar hier kunnen jullie een jaar lang voedselpakketten vullen. Ja. Alle Overijsselse voedselbanken, daar gaat het om. Daar gaat het om. Hier kunnen we fantastisch werk mee doen. En dit gaat gewoon het hele jaar een fantastisch pakket opleveren. Nee, schitterend. Zijn we blij? Woehoe! Ja, 348.000. Samen voor de voedselbank. 2017, een recordopbrengst, beter dan ooit. Ja, rest mij nog één ding. Bedankt. Overijssel, bedankt. Namens RTV Oost, maar zeker ook de vrijwilligers van de voedselbank, de gebruikers. U hebt het gedaan, u hebt geschonken, u hebt gegeven. Bedankt.